Na 10 maanden keerde Martijn Krabbé vorige week weer terug op de buis, maar de kijkcijfers van zijn nieuwe show Race Across the World vielen met 776.000 kijkers, 15% marktaandeel, een beetje tegen. Het programma kende dan ook een ongelukkige startdatum, namelijk op de dag van de provinciale statenverkiezingen. Race Across the World lijkt echter goed te zijn teruggekeken, want de tweede aflevering kwam gisteravond uit op 887.000 kijkers, 18%, en daarmee zet Martijn een mooie groei neer. Kijkcijferkenner Tina Nijkamp, wat een opluchting voor RTL4, want de cijfers van Race Across the World zijn gestegen. Na een stroef begin voor de totaalscore en de onhandige programmering tegenover de exit polls van de verkiezingen vorige week, kijken er nu ruim 100.000 mensen meer. Er is ook erg goed gescoord in de commerciële doelgroep, aldus Tina. Daarin werd bijna 25% marktaandeel behaald. RTL4 wint hiermee het 20:30 s'avonds tijdslot. Dit programma lijkt uit te groeien tot een grote kijkcijferhit en was dat al geweest als het deze week, weinig concurrentie, was gestart. Ze vervolgt op haar analysekanaal, maar goed, dit is alsnog goed aan het komen. Wie herinnert zich nog dat Heel Holland Bakt ooit ook met 660.000 kijkers begon? Bo van Erve Dorens trok direct aansluitend 671.000 kijkers, 19%, met zijn talkshow Bo. Daarmee viel hij net buiten de kijkcijfer top 15. Toch is Tina positief. Tina, qua kijkcijfers gaat het met Bo een stuk beter dan met Jinek vorige week. Niet alleen in de totale, maar ook in 20 tot 54 jaar. Bo scoort voor derde dag op rij rond de 20%. Gisteren zelfs bijna 23%.